ik wil dat niet. Ik wil naar huis. Dus moet ik blijven in BLM. Ik ben er. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik heb jullie zodanig gemist. Ik ga dit echt nooit meer doen. Deze vlog is een niet echt recente vlog. Maar het zijn nog beelden die ik jullie echt moet wijzen. Er gebeuren spannende dingen erin. Weet je wie er gebeurt? Ga kijken. Ik ben net wachten. Ik ga mijn haar even snel twisten. Want ik moet straks gaan ontbijten. I could not understand. Guys, gewoon heb ik gedroomd dat ik mijn paspoort op straat heb laten vallen. Dus ik zou niet weg kunnen. Wat was dat, mama? Ben je best bang of zo? Dat vraag ik nu dus van mijn beren. Maar dat heb ik. Guys, dit ga ik gebruiken. Is echt goed, ik heb mijn haar aan mee gewassen. Dit is het eerste. Ik ga doorrollen, kom ik weer bij jullie. Zo, guys, ik heb achterin haar helemaal getwist. Dan de bek. Klaar. En ik hoor jullie melden dat ik klaar ben. Ik ga weer ontbijten. Vanmorgen, ik ben klaar met mijn haar. Ik heb me aangekleed. Gewoon een jurkje. Zo. Ik ga naar buiten. Ja. Licht eruit. Deur open. De guys, twee broodjes, één croissantjes en gewassen kaas. Met sap. Ze zijn nog bezig met mijn kamer, dus ik loop naar de pool. Hier hebben ze een gym. Zie je? De gym is er. Ga je naar de pool? Ja, maar
wat ik zie, ze hebben mijn bed opgemaakt. Mijn koffer is ook al gefixt. Ik was bezig. Ga ook open doen, hè. Open. Open. Eindelijk met jullie mijn view wijzen van buiten. Ja, ik zat hier vanmorgen. Voor ik me ging ontbijten. Guys, dit is hem. Dit is het moment. Haha. Kijk het, boy. Mooi, nou. Mooi, nou. Ik was net helemaal onderin daar. Zie je dat water? Bewegen daar, zo wat dat ding. Daar was ik. Daar. But let's do a room tour van buiten uit. Zo is buiten. Wait. Mijn balkon. Balkon. Ben je buiten? Heb ik twee deuren. Eén deur daar en één deur hier. Ik ga door deze. Dit is mijn tafel. Zo. Na mijn tafel. Dit is mijn minibar wat ze voor mij hebben gezet. Maar voor je minibar moet je betalen. Dus ik gebruik het niet. Ook in de ijskast hebben ze spulletjes gezet. Ik gebruik het ook niet. Dit is mijn kast. Zoals ze bij de way ook je kleren. Je betaalt ook. Laat maar zien. Verder met onze roomtour. Daar is mijn deur. Ik heb een spiegel. Bank om te zitten. Mijn deur, daar kom je naar binnen. Dan heb je mijn bed. Dit is mijn bed. Naast mijn bed heb ik een tafel. Focus. Ja, en nog een tafeltje daar. En dan kom je naar hier. Heb je mijn dingen. Wasbak. Ik heb net weer zeep voor me gezet. Gisteren had ik mijn conditioner gebruikt. Dus ik heb conditioner gehad. Deze had ik ook gebruikt. Dit is een haarkap. Mijn föhn. Mijn spiegel. Dubbele. Hier is ook een spiegel. Spiegel. Oeps. Oeps, oeps, oeps. Mijn toilet gaat dicht. Mijn toilet. Mijn toilet. Dus dit is hem. Hier poets ik. Mijn toilet. Zie je nu wat we allemaal gaan zijn? Maak je open. Heb je de badkamer? Dat is mijn spons. Badkamer. Warm, koud. Hier baat ik. Dit is hem. Dat is het. Dat is het. Kijk eens nu. Ga lekker. Heerlijk. Kom liggen. Dus nu sta ik op en ga even naar de stad. Ik heb honger. Het is al 3 uur. Half 3. Ik ga even wandelen. Ik ga ook even kijken wat ze allemaal hebben. Ja. Op Miniso. Hoe kan ze naar binnen kijken? Even kijken hoor. Overal op straat verkopen ze dingetjes. Is echt leuk, kijk. Ja. Hier ook. Verder ook. Ga doorlopen voor jullie. Ja.
Ik ga eigenlijk oversteken. Mensen helpen ook. Dus ik loop gewoon door. Kijk hier ook. Ja? Hier ook. Daar. Bijna de hele straat zit vol. Ja? Mooie grote kerstboom, want ik jullie aan gewezen. Hele kerstplaza. Aan jullie wezen. I love São Paulo. Naar een andere mall. Maar daar is niet weer even de mall. Hier ook. Hier ook. Mensen shoppen echt gewoon op straat. Kijk, bijvoorbeeld hun. Ze zoeken ook voor echt spulletjes. Op straat. Kijk, mooie jurkjes bijvoorbeeld. Ze shoppen gewoon hier. We staan nu bij het stoplicht, guys. En zoals je ziet, zijn allemaal groen. Dus allemaal gaan in één keer beide kanten. Zowel naar links als naar rechts. We staan bij het stoplicht. Daar wacht ik op. Het moet groen worden. En ja hoor, het is groen. Dus, en het is allemaal rood. Ik snel over. Ik heb gewoon de van mama en Midea. Dat ga ik kopen. Daar heb ik betaald. Ik krijg nu mijn kleingeld terug. Kijk, dat nog. Thank you. In een andere winkel beland. Hier had ik mijn dag op. Op shampoo. Dit had ik ook. Dit had ik al gezien. Wel hele leuke dingetjes hoor. Daar niet gaan. Dit is mijn mandje geworden. Dus we gaan naar de kassa. We willen naar de kassa voor me. Kijk om daar is hij. Gaan we niet betalen. Zo keurig bij het licht. Shit, is weer rood. Ik moet weer rennen. Hey. Gestopt. Dus ik ga. Guys, ik wil iets kopen, toch? En ik moet 25 hebben. Met er alle de Timoniga, meisje. Alles. Ik ben vandaag weer in Starbucks. Maar ik zie hun smoothies niet. Dus ik ga haar vragen als ze smoothies heeft. Oh, dit ding ook, por favor. Die cochina, toch? Gaat open. Guys, ik heb die tweede gekozen. Want sinds had ik een andere. Toch niet, wist ik weer een andere. Ik heb weer strawberry, maar bijna alles is strawberry. Dus ja, dat heb ik gekozen. Ik ga een cochina. Mis. Klaar, het lijkt op hetzelfde, maar het is niet hetzelfde. Klaar, ik ga hier zitten bij de bestellen zo. Dus ze staat nauwelijks bij de kas, alleen als je cash gaat betalen. En ze hebben een aantal in de winkel. En nu lekker een groentje. Ik wist het niet. Dus ik ben gewoon meteen bij de kas gaan staan.
En dat meisje is me komen helpen. Hoor. En nu ga ik voor de Mac. Ja, ga eruit. Ik heb mijn spullen al. Dus ik loop naar huis. Ik heb alles hierin gezet, maar dat is makkelijker. Ik loop gewoon met één zak. Naar huis. Nou, loop ik nu in een straat. Bedenk ik me van. Meisje had niet hier gelopen. Maar we gaan gewoon door. Ik weet niet waar ik beland. In elk geval wandel ik. Ik ken iets. Kijk, Shopping Center 3 is zeker een andere ingang van ze. Die ommetje maar. Een ingang die. De ingang. Ja, en het maakt een ommetje naar de andere kant. Wij gaan hier lopen. Ik wil lopen waar onbekend is. Heel graag. Jawel, graag. En ik zie een straat hier waarin ik kan. Maar ik kan ook rechtdoor. Maar je weet dat als ik hier ga, dat ik ga belanden waar ik ben gekomen. Dus ik ga hierin. Ik terug naar huis. Ik ga eerst even naar de winkel. Je gelooft het of niet. Kijk waar ik ben. Shopping Center 3 weer. Een andere uitgang. Blijk van mijn lassie. Oriëntatie is te goed. Dus dit is de andere uitgang. En dit is zeker de achterkant. Dus dan moet ik nog een beetje lopen. Neem maar door. Jawel. Dus ik loop door. Ik ben op de hoek van waar ik was. Waar ik woon, verblijf. Bijna niet de auto. Dat ik verder ga om te zeuren. Maar ik ben er. Kijk daar. Iemand doet wat en jij doet bies voor me. Maar we zijn er bijna. Daarin woon ik. Daarin. Een van die bruine. Wat? I'm back. Mama zak. Het werd bijna zo even. Noemen toch? Die bacon en cheddar fries. Nog het. Zo, ik ga eten. Ik ben op de balkon voor me zitten. Ik moet het weer zouden gaan. Caipira en barbecue. En mijn lovers, of course. Zitten op het bed. Ik ga mijn afwas open doen. Dan kom ik weer liggen. Ja? Guys, ik ben opgestaan. Ik laat het bed zo. Ik ga jullie wijzen. Ik ben al begonnen om in te pakken. Ik weet niet hoe ik ga toveren. Aris, wanneer je komt. Like, ik heb alles geprobeerd en het ging. Nu, kijk hoe alles zit. Dus ik zit te puzzelen hoe ik dit ga doen. Maar ik ga even ontbijten en ik ga de do not disturb sign zetten, want ze moeten niet in de kamer komen. Alles is een beetje rommelig hier. Wat ik ga aandoen om weg te gaan, ik heb gewoon een gele shirt aan nu. Dus ja, ik ga mijn geld nemen, dan ga ik even eten. Ga ik meteen naar de winkel. En als je ziet, een beetje opschuiven. De straat is super leeg. Het is zondag, het is eerste kerst. En de straat heeft echt geen leven. Je ziet net enkele auto's. En de politie. Maar ik zie de politie, ga jullie wezen. De tweede auto, die witte, is een politieauto. Maar. De straat is super leeg. En ik zou even naar de winkel gaan om iets voor mij te kopen. Maar ze zijn gesloten. Maar ik zie verder een drugist op. Ik kan ook niet te laat op straat blijven. Het is al 10 uur en ik moet
uitjeke straat. Een groot deel heb je echt alleen dit beeld van de stad. Hm. Ik ga gewoon even wandelen voor een uurtje hoor. Dus ik heb een drugstore open gevonden. En ik heb een paar dingetjes gekocht. Ik was in die drugstore. En ik loop weer weg. Kijk hoe rustig de straat is. Zie je? Mijn koffer regelen. Het is mijn koffer aan één kant. Zo is massa meer. Alleen maar mensen dingen. Hoe kan er iets achtergebleven met je auto? Zoals er een tijd is van komen, is er een tijd van gaan. En bij deze is het tijd om te gaan gekomen. Dus guys, ik ga uitchecken. Ik ga weg. Ja? Het is nu bijna 12 uur. Mijn auto komt om 12 uur. Licht eruit. Bye bye. Licht eruit. Kijk, ik ben uitgecheckt en mijn taxi is er al. Dus ik loop nu naar buiten. Half 1 en ik ben al ingecheckt. Ik loop nu gewoon naar uw hal om te wachten. Zal ik je zeggen dat er super aardige en mooie dames hier zijn. Vind ik leuk. Wauw. Iemand iets laten vallen en gebroken van een shop. Opaai. Want die shops op airport zijn duur. Maar ja, we gaan door. Spannend hoor. Guys, ik ga alvast in de hal. Daar moet je je dingetjes kennen. Je boarding pass. Dus dat ga ik alvast doen. Want ik ga zitten en kijken wanneer mijn vlucht komt. Ik ga niet meer doen. Dit is Ik moest mijn schoenen uitdoen. Want dat ding piepte. Toen ik daar door ging. Piep, piep, piep. En die man zei dus ik moet mijn schoen uitdoen. Ga jullie weten. Ik over 4 minuten mogen we alvast instappen. En het is behoorlijk druk hier geworden. Ik zit bijna al een uur hier. Ik was wel echt vroeg op de airport. Maar dat was ook omdat ik 12 uur moest uitchecken. Het is super druk.
Het wordt zo gezien een super leuke vlucht. Maar ook omdat ik naar de hoofdstad ga. Ik ga naar Brazilië. En dan ga ik doorreizen. Ik beloof druk te worden. Super druk. Over 3 minuten. We gaan opstappen. Daar. Je gaat naar Belém en het is vertraagd. Maar ik ga alvast. Ja? Dus ik loop naar nummer 12. Het is niet zo vers, ik. Guys, en check het. Nummer 12. Mensen, zie jullie hoe rood mijn oog is? Jullie raden nooit wat is gebeurd. Ik ben teleurgesteld. Kom ik aan in Belém. Ik zou reizen van São Paulo naar Brazilië, van Brazilië naar Belém, van Belém naar Suriname. Kom ik aan in Belém. Ik had een vertraging in Brazilië. Mijn vlucht van Brazilië naar Belém is vertraagd met 1,5 uur. Kom ik aan in Belém, zeggen ze me wat ik zie. Mijn vlucht is al weg. Ik dacht, huh? Zeggen ze maar ja, je vlucht is alweer. Bla 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 bla. Ik zeg, hoe dan? Ja, wij hadden geen vertraging. Ik zeg, hoe hadden jullie geen vertraging? Als het een aansluitende vlucht is, hoe had je geen vertraging? Ja, toch vertraging voor mijn inbillen. Dan moest je het fixen. Guess what? Je volgende vlucht naar mijn land is pas 29. En vandaag is 26, ik wil echt huilen. Of ik heb gehuild. Ik wil naar huis. Ik heb geen schone kleren meer. Of ik heb wel, maar ik wil ze niet aantrekken. Dus ik heb niet. Ik heb geen geld. Ik had wel geld gelaten in mijn portemonnee. Ik heb gewoon geld, maar ik wil dat niet. Ik wil naar huis. Dus moet ik blijven in Belém. Ik heb geen zin. Ik moet gaan werken. Hoe ga ik doen? Dus morgenochtend moet ik met het werk bellen. En zeggen dat ik nog niet kan gaan werken. Dan komen ze me nu vragen. Kan die van Fatou? Moet je niet te eten, drink water, kom tot rust, want ik heb flink geflipt voor die man. Van, hoe kom je me die nonsens uitleggen? Het is toch een ingesloten, rommel, domme vleur. Ik heb hem gezegd, ik vlieg voor het eerst met die maatschappij. Bijna moet ik het zeggen, welke maatschappij, maar nooit meer. Is die familie go naar SLM? Nooit meer ga ik ook met hun meisje. Die tickets mogen zo op de vloer te rapen zijn. Ik ga niet met ze SLM in deze. Dus nu tegen zij gaat een hotel voor me boeken. Ik weet niet wanneer, hè. Maar hij gaat een hotel voor me boeken en zo. Zo guys, ik ben bijgekomen. Bijna mijn last aan hier doen om te komen eten, middag eten. Maar nu heb ik eten genomen en ik weet niet wat is, want hun menukaart is zo complex. Ik kom voor die zes in een hotel. Toch extreem huilen weet. Ik ga gebracht van mam te proeven om te kijken als ik het lekker zou vinden. Heeft hij nu een groter glas van me gebracht. En hij love it. Ik ben een beetje eroverheen. Ik ben niet meer zo zet. En mijn kreefjes is een beetje gone. Want ik heb echt geslapen. Heeft zoveel gebracht. Goedemorgen van het Sunny Belém. Guys, het is pas 6:30 hier, over 6. Ik ben net op, ik ga even baden, mijn mond poetsen,
me aankleden. En dan ga ik kijken wat ik doe. Ga jullie eerst een storytime geven wanneer ik ben gebaat. Wanneer ik me aankleed. Oh, en zeggen waarom ik in BLM ben. Ik heb hem gezegd, het is elke dag een hele andere struggle. En dan moet ik uitleggen wat ik wil. Dit is een lokale sapkassen. Het is iets als cocoa. Maar niet die pitjes. Ik zei jullie voor mij gisteren al. Ik heb mijn eten haar. Het is maar gewoon iets wat ik denk dat ik lekker ga vinden. En inmiddels heb ik gisteren. Toen ik kwam, de hele dag friet gegeten. Ik vind het reuze raar. Dus nu heeft hij reuze me gebracht en frietjes. Even denk maar, ze rijdt proberen. Maar ik zie dingen alleen rozijnen of krenten. Pruimen. Orpa, niet vervelen. Maar jullie weten wat ik heb. Ik vind frietjes. Kijk, dit is dan. Dat vlees is kip met ham en kaas. Mijn frietjes. En dit is van mijn nasi of zo. Ik ga het proberen voor jullie. Zo guys, ik loop terug naar de kamer. Het regent nog steeds, anders zal ik meteen op straat gaan. Ik loop naar de kamer. Zo ziet het een resort eruit. Wat is hier? Appartement. Zeg een resort. Dus dit is het. Ook in die vogels heb je komt. Ik weet niet als jullie zo zien. Geen auto is. Geen op die tak. Oei, daar. Zie je, zie je, zie je? Daar. Maar ja, verder. Ik zie jullie in de kamer. Ik ben afgefrist. En ik ga op straat. Het is zo raar hier. Het regent gewoon 1 minuut en daarna schijnt de zon weer. Dus nu ga ik mijn haar fixen. Het gewoon weer in een bol zetten. Zo, yes. Ik heb net gemeld aan momenten dat ik even ga lopen. Helemaal daar, als wat ik daar zag. Ik ga even gewoon erop lopen om jullie te laten zien. Hoor. En ik moet hier even lopen. Ik was al gegaan, ik was al erop. Ik ben gewoon een paar stappen terug gegaan. Mami Vrede, mij gaat filmen met jullie. Ik ben bijna rennen. Maar we gaan lopen. Ik loop, maar mijn hand is dicht. Wee, 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 wee. Wat is dat dan, Siki? Of is het mijn hoofd? Noem ik lauwer. Weer naar de overkant. Van vandaag.
denk dat mijn hoofd draait, hoor. Nu gedrukt. Ik heb al een deel gedaan. Ik ben overgestoken. Waar de kindertjes hier aan het spelen. Kinderen met hun vader aan het spelen. Het is niet zijn vader, het is zijn broer. Ze zijn met hun broer aan het spelen. Daar. Eerlijk gezegd, ik wil naar daar lopen. Mami vrede. Kijk die mooie gebouwen daar. En terug, ze lopen alle erover. Ik ben bang, dus ik wacht nog even. Maar ik ga ook erover moeten. Dus ik ga, maar ik ga rustig, hè. Mami Ede nog mag draaien. Zo mooi, hè. Mooie view. Is een soort kaasballetje. Dit is hem. Let me show you my morning face. Want ik ben echt snel gedoucht. Want ik heb maar een kwartier om te eten. Ik ga mijn brood ook meteen halen. Guess what, guys? Ik maak me weer klaar om te vertrekken vanuit Bilem naar Paramaribo. Ik ga mijn haar twisten opnieuw. Voorin een paar. Een rijtje voorin. Achterin. Dit is mijn view, guys. Of is nog steeds. Pas later. Openmaken. Ja, buiten. Ik laat hier ook gewoon open. Want hier is echt zonne. Dit is typisch Surinaams. Zonnig, het regent, just normal. Het is niet zo koud als Sao Paulo. Dat het echt hard waait. Echt koud, koud, koud. Maar zo zit het erin. Ik ga mijn haar doen en dan gaan we een soort storytime doen. Ik ga alvast eruit halen. Welke ik opnieuw ga doen. Gewoon om er menselijk uit te zien. Wanneer ik word gehaald. En dat mijn moeder niet zegt. Look hier. Waar bekijk je haar. Of wanneer ze naar die video kijkt. Dan zegt ze. Kijk je haar, kind. Dus ik doe mijn haar. En eigenlijk zou ik twist out doen. Maar ik moet nog werken. Wanneer ik naar Su ga. Dus dan laat ik mijn twist out voor 31. Maar 31 denk ik dat ik met Sharon naar de stad ga. En met Sebastian. Dus ja, die zal ik opnieuw doen. Van de voorkant. Niet te veel. Niet te weinig. Oké. Ik mis mijn olie wel echt. Because you guys know I love my oil. En wanneer ik klaar ben met twisten. Dan doe ik gewoon graag een massage. Of massage. En zo. Ga ik opnieuw doen. Deze. Ik denk dat ik ook nog een paar achterin neem. Wat ik jullie ga vertellen is de reden waarom ik eigenlijk in Sao Paulo ben. Jullie weten dat ik in Bilem ben. Jullie weten dat ik op vakantie was. Of ja, ik was even naar Sao Paulo heel snel. Nu ben ik teruggekomen. Nu. Huh? Opa. Nu. Was het tijd dat ik terugkwam naar Suriname. Maar vanuit Sao Paulo kan je niet meteen vliegen naar Su. Dus wat er is gebeurd. Ik zou van Sao Paulo vliegen naar Brazilië. Van Brazilië naar Bilem. En van Bilem naar Su. In Brazilië had ik een vertraging. Van 1,5 uur naar Bilem. Ik ben toen in Bilem aangekomen. Kijk op het bord bij welke gate ik moet zijn om naar Suriname te komen. Zie ik, my flight already took off. Flight took off. Ik dacht, hoe? Toen heb ik snel iemand gevraagd van, I need to go to Paramaribo. Which gate? Toen zei ik, Paramaribo, the flight already left. Heb ik gezegd, no, it's not true. Mensen, ondanks mijn chassin te pa bord, toch me want go weder naar haar boy. Ik dacht, het is een prank of zo. En niemand komt me pakken.
Want ik ga vandaag naar huis. Mijn awesome, ik got the day. Toen zei ik aan Wish Manager en zo. Heb ik zijn manager gesproken. En hij zei, nee, die vlucht is al lang vertrokken en zo. En blablabla. Toen heb ik hem gezegd, but how? You guys know I was boarding from Brazil to Belém. And my next stop would have been Suriname. And I had to be in that flight. No, we're sorry, because Brazilian never told us that they had a delay. And pas een paar uren of een paar minuten voordat ik ben aangekomen, hebben ze gezien dat het vlucht vertraagt. Dat die vlucht, dat die vlucht vertraagd was. Ik heb ook geen kamer, hè? Dus ik heb nooit gevlogen met de kamer. Dat die vlucht vertraagd was en bla bla bla, een heleboel dingetjes. Dus ik zei, oké, wat nu? Hij zei, sorry, maar je gaat pas 29 kunnen vliegen. Ik zei, 29? Ben je gek in je hoofd? En hij zei, ik zei het in het Engels, hè? You guys are sick. Toen zei hij van, no, we hebben geen andere vluchten naar Suriname en we reizen één keer per week. Heb ik hem gezegd, je bent gestoord. Dat interesseert me niet. Ik wil nu naar mijn land. Toen zei hij van, nee, jammer genoeg, het kan niet, blablabla, we're so sorry. Is Brazilië's fout, want je zou nooit moeten doorvliegen. Sinds ze wisten dat ze een vertraging hadden, zouden ze je daar moeten houden en zo. Heb ik hem gezegd, oh, maar sinds ik hier ben, wil ik gaan. Heb je niet de andere airline die van hieruit misschien naar Panama gaat en dan wil ik van Panama naar mijn land? Nee, het is niet mogelijk. Ik zei, oké, jullie airline, gaan jullie ergens anders naartoe vliegen? Is er een andere plek waarvan jullie vertrekken als je naar mij zegt, no, BLM is the only place and we don't. Dus ze gebruiken ook geen andere airline en zo. Heb ik hem gezegd, ik kon niet blijven. Ik kon naar mijn land. En toen belde ik mijn moeder van, ben je? En ik zag, ze zijn op zanderij. Ze wachten op me. Ik dacht, oh god, ik wil thuis zijn. En ik had honger en na, ik had dorst, ik was boos, ik huilde, guys. Ik denk dat jullie die video hebben gezien of het gaan zien. Waar ik op airport zat, in Belém, en ik huilde echt. En die jongen kwam steeds, moet je water en zo. Toen heb ik hem gezegd, ik moet werken. Ik mis mijn werkdagen. Het is kerst, hoe kan ik op kerst niet met mijn ouders zijn? Het was de bedoeling dat ik tweede kerst thuis zou zijn. Ik heb eerste kerst gemist, maar tweede kerst wilde ik met mijn ouders zijn. Ja, ik weet dat, sorry, blablabla. Hij zei, je mag een lied klareren en zo. Kom claimen en zo. Hij bood me gewoon alles aan. Ik zeg, ik wil naar mijn huis. Ik huilde. Hij vroeg, moet je een beetje water? Please come down. Can we book een hotel for you? We gaan voor alles zorgen. Alles, je moet alleen gewoon daar blijven. De taxi gaat je afzetten. De taxi komt je halen. Er wordt gewoon ervoor gezorgd dat je 29 gewoon kan vliegen. Maar sorry, dat is echt het enige. Toen zei ik, waar is mijn koffer? Hij zei, je koffer is beneden. Je koffer staat ready. Houden. Ik was echt boos. Ik wil gewoon Surinaams te praten met hem. En hem flink harde dingen te zeggen in Surinaams. Het mocht niet. Maar hij verstaat niet. Dus ik heb niets verkeerds gedaan. I guess. Dus heeft hij een hotel voor me geboekt dichtbij die airport. Ze hebben mijn taxi betaald. Ze hebben mijn hotel betaald. Ik mocht wel echt alles in het hotel. Mijn eten en zo is bekostigd. Ja, mijn eten is bekostigd. Alles. Ik mocht alleen geen alcohol nemen. Mocht je alcohol gebruiken. Maar ik ben ook niet iemand die echt alcohol gebruikt. Ik gebruik je alcohol. En ik ben niet geïnteresseerd in dat soort dingen. Ik wil naar huis. Dus op een gegeven moment vroeg hij me. Want het was 2 uur in de ochtend. Hè, vroeg hij me. Kunnen we alsjeblieft je appartement in orde maken? Want ik was echt boos. En ik bleef op mijn standpunt. Ik wil naar huis. Dus toen zei mijn moeder. Orpa komt er terug. Ik had ze gebeld. Orpa komt er terug. You never know why it's good. Mijn vader. Ja, dus. Kom in de rust. Ga een beetje slapen. Komt er terug. Ik dacht. Ugh. Hoe vertel ik mijn leidinggevende dit? Want ik heb beloofd dat ik terugkom om te werken. En zo, jullie mogen op me wachten. Maar goed. Ik ben naar hier gekomen. Hij vroeg me toen op hun airport van, moet je niet ze eten? Moet je niet ze drinken? Dus toen heb ik hem in het Surinaams gezegd. Ik denk omdat misschien Biggie, dat je kon lomijanangan. Ik wil niet. Dus toen zei ik, no. En toen met mijn hele ogen en zo. En hij was rustig. Maar natuurlijk is het zijn baan. Dus hij kwam weer bij me. En hij zei, miss, we're sorry. Do you want some water? En ik zei, nee, dankjewel.
En toen kwam hij weer van een, met chocolades en zo. Zeg, kijk, ik heb dit voor je. Heb ik hem gevraagd, is dit een vliegticket naar Suriname? Oké, ik wil niet. Mino Wani. Zo. Erg hoor. Ik heb hem echt flink gegeven. Ik weet het. Maar ik was ook echt boos, omdat ik vind dat je het niet kan maken. First of your weed. En wat me nog meer heeft gehinderd, ze praten geen Engels. Ze weigeren Engels te praten. Als ik bijvoorbeeld vraag, do you speak English? No. Hoe de hel zeg je no? Maar je praat geen Engels. Dus zou je toch zeggen no? Of je weet toch? Je hoofd schudden. Maar ik zeg gewoon doodelijk no. In Engels geef je me nog gewoon het antwoord nee. Dus ik werd echt pissed. Want zelfs mijn manager sprak geen Engels. Hij had een andere jongen die moest komen helpen. De jongen waarmee ik sprak was gewoon een andere manager van Engeland. En ik dacht, vervelend. Maar goed. Dat is met me gebeurd. Dus ik ben 3 dagen langer gebleven in Belém. Ik zou helemaal niet echt blijven in Belém. Het was gewoon mijn overstap doen. Een paar uurtjes of zo. In Belém. Maar ik ben gewoon 3 dagen hier gebleven. Bokassen en al. Daarom had ik ook niet echt zin om te gaan wandelen. Maar dit is het. Ik ga mijn haar twisten. Dan kom ik bij jullie terug. Ja, later. Guys, ik ben daar ingecheckt. Wauw, doen we het dan. Mijn spullen zijn al weg. Mijn koffer is. Mijn hand is aan mijn laptop bij me. Mijn bag ik nummer 7 zijn. Dus daar ga ik nu naartoe. Everything goes well. Ik heb nog een uurtje. 1 tot en met 7 is daar. Dus ik ga die kant op. Dus ik ben er. Ik ben in de doolhof beland. En daar gaan we geen verkeer. Hier gaan we dan. Let go. Ik hoop niet dat ik mijn schoenen weer uit hoef te doen hoor. Je raadt dit nooit. Ik moest mijn schoenen weer uit doen. Mijn schoenen lieten dat ding afgaan. Dus ik ga nu snel mijn schoenen aandoen. Kijk Suriname helemaal boven. En check-in is open. Dat 00 something. Dus ik ga nu heel snel naar gate nummer 7. Zo, dan is het gewoon. Schoentjes weer aan. Ik ga jullie straks iets vertellen in de auto. Ik ga bijna met Tanja Bakka. Ja, ik ga. Ja. Ja, ik ga. Ja, ik ben er. Ik heb vlieg terug. Achter me. Het is 2:45. En ik ben er. Ik ga mijn koffer afhalen. Ik ga even erop moeten wachten. Maar ik ben er, dat is belangrijk. Ik ga nu even plassen. Mensen, moet ik jullie wat zeggen? Ik was de eerste persoon uit het vliegtuig. Zo graag wou ik bij mijn huis zijn. Niet opgelijk eerst. Brrr. Maar ik heb ook geen trolley. Dus dat maakt het makkelijker. Dus nu gaan we. Zie je nu pas komen die mensen. Applassen. Ik laat jullie zien wat mama en papa komen me halen. Welkom to Suriname. Thank you. Dankjewel. Ik voel me echt welkom. In de verte gezien. Jullie zo wezen. Zit ze daar. Zie jullie zo. Of jullie in zo. Hey, good news. Vandaag. Wacht hoor. Vandaag is donderdag. En ik kom van het werk. Midi is me komen halen met papa. En ik heb vandaag op het werk pakketjes gehad. Ik was er niet met de kerstdagen. Dus heb ik vandaag mijn pakketjes gehad. We gaan ik ook nog zo'n test gehad. HRM Wish. Dit gehad. En...
maar dit staat op die plek. Maar dit is wel mijn ding, mijn werkgever. En in deze tas, waar hij gaat openen, in deze tas heb ik zo'n dingetje gehad, een schreven, ik ga het zo lezen. Met die stengels inmiddels opengemaakt. Weet je, met z'n allen stengeltjes. Ik ook. Lekker. Morgen hebben we op het werk Secret Santa. Dus ik moet een cadeautje voor mijn collega kopen. En dat ga ik nu kopen. Waar ga je ook, man? Ik weet niet wat ik moet kopen. Dus ik ga even kijken wat ik kan vinden in die winkel. Ja, daar go. Zo, guys, ik ben voor de winkel beland. Ik moet nog kijken wat ze hebben. Twee dagen. Guys, ik heb deze gekozen. Ik had twee kleuren. Ik had die gouden en die roze gouden. Maar die roze gouden vind ik mooier. Dat vind ik mooier. Echt. Wie dan? Ik heb dit gekocht. Dit is het cadeautje, dus we gaan. We moeten nu iets voor mij doen. Ik moet ook een slijterij zoeken. Ik moet ook nog iets kopen in een slijterij. Maar Chance is tot 6:30 open. Dus we kunnen gewoon daar naartoe. Guys, Midi wil zo'n shirt. Nee, ik wil niet die. Ik wil dit. Ja. Dus we zijn het komen kopen. Ik ga kijken als ik een leuke heb. Ik zie hoe die is. Ik ga kijken voor mij. Als ik een leuke vind, dan pak ik ook een leuke. Met de big man. Wacht even buiten. Voor mijn collega's. En ik ben bezig het te verpakken. Ook dat horloge heb ik verpakt niet meer voor me. Super simpel. Gedaan hoe zo. En daar zit het erin. En dit is een. Hier. Dit is een. We gaan cadeautjes wisselen, Secret Santa, aan jullie wezen. Hallo, hallo, ik ga kijken. Ja, dat heb ik gedaan. Ja, dat heb ik gedaan. Nee, ik heb wel erin wat. Ja. Dat is wel pas oké, hoor. Wauw. Net jullie mensen hebben echt die manieren. Jullie zijn echt. Ik zie die namen, man. Tamia. Mooi naam. Nee, ik had echt... We moesten die namen schrijven. Ja, dat is zo salaris. Ja, dat heb ik nu gedaan. Sarah moet je zeggen, ik heb geen Hans Fabricio. Ja, maar ja. Sorry, Hans Fabricio. Sorry, Hans. Thank you.
Oké, ik moet het lezen, hè? Ja. Oké. Lieve Kenesha, Kenny en vrolijke tip. Omdat ik niet zo goed wist wat nou het leukste zou zijn om voor jou te halen, kom ik bij het volgende uit waar naar mijn idee iedereen wel happy van kan worden. Klopt. Ja. Geniet van de fles bubbels wanneer het weer eens zo'n dag is waarbij je denkt, just call it a day. En proost op het leven, want bubbles works for everything. En koop wat leuks voor jezelf bij Shein. Is waar. Camille Leij. Oh, het staat niet klaar. Op nog een fijne tijd samen en voor jou een fantastisch 2023. Met veel liefde, licht, positiviteit en veel gezondheid. Lobby. Lobby. Dit vind ik dus heel erg. Oh, heel de tijd vasthouden. Te liken, subscriben, zet een comment, zet iets leuks. Ik heb jullie gemist. Ik beloof, ik ga niet meer zo lang weg. Dit iets, zeg iets. Laat me weten hoe het met je gaat.